zoveel tijd had je vandaag niet nodig. Ja, maar ik bleef wel rustig. Het is nu nog rustig achter mij, maar vanavond gaat het los. Het is dan tijd voor Glory 78 hier vanuit Ahoy. We gaan weer eindelijk topvechters in actie zien. Want wat dacht je van Badr Hari, Hamisha, Levi Richters, Gbabes? En zo kan ik nog even doorgaan. Ik heb er onwijs veel zin in. Jou neem ik mee. Ik zeg let's go. Hamisha, van harte gefeliciteerd met de overwinning. Binnen een minuut was het klaar? Dankjewel. Ja, alhamdulillah, binnen een minuutje was het klaar. Ja, hoe kijk je terug op die partij? Ik heb hem nog niet teruggekeken om eerlijk te zijn, maar ik denk dat ik hem goed heb afgesloten. Ik zag een enorme support vanuit de gemeenschap, mensen die in de zaal zaten. Had je dat zelf ook verwacht? Ja, zeker. Dat had ik zelf ook verwacht. En Badr die vecht ook vandaag, dus er komen sowieso veel Marokkanen kijken. Hoe is jouw band met Badr? Je ziet hem wel eens natuurlijk rondlopen in de sportschool. Ja, mijn band met Badr is heel goed. Hij is net een grote broer voor mij. En hij ziet mij ook wel als zijn broertje. En hij probeert me overal te helpen waar mogelijk is. Wat is dan bijvoorbeeld echt een tip die jij van hem meekrijgt? Of iets wat je van hem meekrijgt waarvan hij zegt van hé. Ja, voor vandaag of voor in het leven? Voor vandaag bijvoorbeeld. Voor vandaag, hij zegt dat ik rustig moet zijn. Mijn tijd moet nemen. En dat de kans wel zichzelf aanbiedt. Zoveel tijd had je vandaag niet nodig. Ja, maar ik bleef wel rustig. Ik kwam op en ik zag het publiek opstaan. Ik zag vlaggen in de zaal. En wat jij doet vlak voordat je de ring instapt, je pakt even een momentje voor jezelf. En tot wie of wat richt jij je? Wat doe je op dat moment? Ik richt me tot Allah subhanahu wa ta'ala. Ik maak smeekbedens, ik reciteer Koran. En dan treed ik de warzone naar binnen. Levi Richters, ik sprak je gisteren en je was zelfverzekerd. Ja. Vandaag moet het gebeuren. Ja. En ik zag heel veel low kicks vandaag. Je maakte hem helemaal kapot. Dat was het plan. Hier hebben we echt 2 maanden op getraind. Mijn trainer maakte altijd een gameplan voor ons. En het gameplay was low kicks. En het werkte al gelijk in de eerste ronde. Uiteindelijk is hij 2 keer gaan zitten. En dan is het, 4 keer bedoel ik. En dan is het afgelopen in de wedstrijd. Wanneer proef je in zo'n wedstrijd van nou, dit trek ik nu naar eigen hand? Deze wedstrijd merkte ik al snel. Na 2 low kicks, na een minuutje liep je al mank. Dus dan weet je dat je het gaat afmaken hierop. Dan moet je rustig blijven en het goed timen. En dat ging goed. Ja. Ik zei het gisteren al, je loopt aardig op schema voor je 28e de belt. Ja. En dat gaat lekker zo op deze manier. Ja, het is heel simpel. Als ik blijf winnen, dan gaat het sowieso lukken. Nu is het gewoon afwachten wie ze me gaan geven. Uiteindelijk wil ik eerst naar die top 3 en dan hoop ik op een titleshot. Hoe ga je het vieren? Lekker eten, rustig aan. Ik moet herstellen, ik loop mank. Ik heb een paar blokken getrapt. Maar lekker eten, lekker rustig aan, even niet trainen, even een beetje rust. Welke maaltijd heb je echt naar uitgekeken? Nee, ik ben heavyweight, dus ik kan op zich alles wel blijven eten. Maar ik denk dat je even een goede nasi gaat eten, snel. Verdiend. Ja, toch? Ja, we zeiden het gisteren al, thuiswedstrijd voor jou vandaag. En daar sta je dan, met de winst? Met de winst, ja. Prachtig gevoel voor mijn thuisstad vechten. Ik heb van mens gehoord dat ik een schitterende partij heb gevochten. 3 rondes gedomineerd, dus ik ben al met al heel blij. Gisteren zei je ook, het fysieke gedeelte is belangrijk, maar het mentale gedeelte is misschien nog belangrijker. Waarom? Kijk, je kan fysiek op orde zijn, maar als het mentaal in je hoofd niet klopt, dan gaat dan gaat de motor niet aan. Dus mentaal en fysiek gaat sowieso hand in hand. Voor de wedstrijd, je moet zoveel dingen doen. Er gaat van alles door je hoofd. Dus je moet gewoon mentaal sterk zijn. En je weet dat je in de ring stapt met iemand die getraind is om jou een pak slag te geven. Dat kan wat doen met een persoon. En hoe zorg je ervoor dat jij mentaal gezond bent en blijft? Als een negatieve gedachte in mijn hoofd passeert, probeer ik die gelijk af te sluiten. En niet erin blijven hangen. Soms is het moeilijker dan verwacht. Maar ik probeer me gewoon echt aan positiviteit vast te houden. Maar nu eerst even een feestje vieren, denk ik. Ja, sowieso. Weet je, het enige wat mij nu te wachten staat is de titelpartij. Ik heb nu meer dan ooit laten zien dat ik er klaar voor ben.
Dus laat die titelpartij maar komen. Tijani, van harte gefeliciteerd. Dus sta je dan met de belt? Met wat voor gevoel sta je hier nu? Nou, met een topgevoel. Ik ben super blij. Hard voor gewerkt, echt hard voor gewerkt. Alles gedaan, alles gelaten. Sacrifices gemaakt, weet je. Dus dit is gewoon een kers op de taart. Ja. Welke sacrifices heb je moeten meemaken? Wat heb je moeten doorstaan? Nou, van alles. Ik bedoel, elke dag hard trainen. Natuurlijk ook mijn rust pakken hier en daar. Maar vooral het harde trainen. Bepaalde dingen laten, zoals, ja, weet je, bepaalde dingen eten, noem maar op. Niet op vakantie gaan de hele zomer, snap je? Ik denk nu anderhalf jaar of een jaar niet op vakantie geweest, snap je? Omdat ik alleen maar bezig was met, hey, Glory gaat organiseren binnenkort en ik ga voor de belt vechten. Dus dat soort dingen, weet je. Maar dat moet ook wel als topsporter. Ik weet waar ik het voor doe en dit is uiteindelijk de beloning. Hoe voelt het? Ja, het voelt top. Ik besef het nog niet helemaal, maar het voelt top. En ik ga denk ik de komende dagen wel beseffen, ja. Hoe ga je het vieren vanavond? Nou, dat gaan we nog zien. We gaan even kijken hoe we het gaan vieren. Ik moet nu alles nog even een beetje laten bezinken. Gaan genieten van de andere wedstrijden nog even. Ja, daarna gaan we het gewoon met mijn cirkel gaan we het gewoon even kleins vieren. Donovan, woord bij daad. Je zei het gisteren tijdens de stare-down al. Vandaag ga ik hem pakken. Ja, en daar sta je dan. Ja, onbeschrijfelijk eigenlijk. Ongelooflijk maar waar. Dus ik heb hard ervoor gewerkt en ja, het is gegaan zoals het is gegaan. Je hebt er heel hard voor gewerkt, want je zei het al, 2020 was een moeilijk jaar voor jou. Geen partijen, alles viel weg. Suriname, dan weer even naar Nederland, dan weer terug. En dan dit als kers op de taart. Ja, ongelooflijk maar waar. Ik zei het al, het is eigenlijk een droom die waar is eigenlijk. 5 jaar geleden stond ik nog in de gym te sparren met jongens in Suriname. Wat ik ook altijd doe, waar ik van hou. Zag ik die herinnering gisteren en denk van, 5 jaar verder, ik sta voor de titel. En het was echt een mooi moment, het is een mooi moment. Ja, en ik heb gewonnen, dus ja. Hoe voelt het om voor Suriname dan uit te komen en ja, die support is gigantisch die je krijgt? Ja, mijn telefoon is helemaal rood nu. Gloedheet. Ze staan echt achter me en nu zijn ze echt blij. Ik ben zelf ook blij. Dus ja. Wat doet die support met jou? Onbeschrijfelijk, man. Ik weet niet hoe ik hem uit moet leggen. Ik voel die warmte, die lobby die ze voor mij hebben en die ik ook voor hun heb, voor het land heb. En ik represent mijn land met trots, weet je, dus het voelt alleen maar goed aan. En hoe ga je het nu vieren? Ja, dat is een mooie vraag. Ik ga binnenkort weer naar Suriname, dus ga ik het daar vieren, denk ik. En jullie gaan wel beelden voorbij zien komen, denk ik. Komt wel goed. En helaas hebben wij Badr Hari en Wrocław niet kunnen spreken. Die zijn na afloop van de partij meteen vertrokken naar huis. Maar natuurlijk ben ik ontzettend benieuwd wat jij vindt van de uitslag. Had jij het zien aankomen of juist helemaal niet? En natuurlijk ook, wie waren jouw favorieten? Een Hamisha, Tavares, Levi Richters, noem het maar op. Vergeet ook niet om te liken en te abonneren op ons kanaal. En ik zie jou heel snel weer. I'm out. Ciao.